Vandaag start de Poëzieweek in Nederland en Vlaanderen. En ook hier in Arnhem wordt de poëzie de hele week in het zonnetje gezet. Tot en met 6 februari zijn er allerlei activiteiten gewijd aan de poëzie. En van plan om een boek te kopen, dan krijg je gratis het poëziegeschenk geschreven door Tom Lanois erbij. Ja, nee, ik vind het een hele leuke week. Ik merk dat er iets meer bewustwording omtrent poëzie is. En we hebben het jaren gehad over het stoffige imago van poëzie, dat we daarvan af moeten. En ik heb het idee dat we daar redelijk vanaf zijn. Dus deze week wordt ook steeds leuker met de tijd. Ja, het is ook belangrijk wel dat er een poëzieweek is om wat meer publiek of om het wat moderner te maken, om meer onder de aandacht te brengen. Ja, ik denk dat die bewustwording omtrent poëzie heel belangrijk is geweest. En eigenlijk, het wordt steeds meer een feestje dan dat het echt van belang is. Heeft u wat met poëzie wel? Leest u dat wel eens? Nee, ik heb eigenlijk niet zoveel met poëzie. Nou ja, op zich wel. Ik ga regelmatig naar evenementen en zo. En ik lees poëzie, heb het ook poos geschreven. En het thema's van deze poëzieweek is vrijheid. Wat vind je daarvan? Ja, het is een makkelijk thema, maar het moet kennelijk een thema hebben. Dus in dit geval is dat vrijheid. Ja, kun je het enigszins linken aan de tijd waarin we leven? Waarom dat bedacht is? Doe jij daar ook iets mee in de gedichten die jij voordraagt? Ja, ik denk dat je er van alles over kan zeggen. Hoe belangrijk dat op dit moment is. Natuurlijk met de stromingen van migranten. Met de vrijheid van meningsuiting. Allerlei vormen van vrijheid die nu wel of niet ingeperkt worden. Maar aan de andere kant wordt daar natuurlijk ook al eeuwen over geschreven. En is het geen nieuw thema. Vind je het goed dat ze zo'n poëzieweek om wat meer poëzie wat meer onder de belangstellingen te brengen? Dat ze dat doen, dat ze het organiseren? Ja, zeker. Ik hoop alleen dat het dan ook inderdaad aanslaat, dat het wel bekend wordt. Maar ja, ik vind het zeker goed dat het wordt gesupport, zeg maar. Ja, heb je ook het idee dat het imago van poëzie iets minder stoffig is geworden? In Arnhem en grote steden wel. Ik merk in kleine steden of dorpen niet zo, maar hier is het toch al wel meer met kunst en zo. Dus ja, de belangstelling is hier iets meer. Ja, ga je deze week nog ergens heen waarvan je zegt, daar moet iedereen in Arnhem bij zijn? Ja, vanavond mensen zeggen dingen natuurlijk in Fifth Avenue. Er is een wedstrijd van de Poëzieweek, waarbij je de bundel van Tom Lanois kan winnen. Of ik weet eigenlijk niet precies wat je kan winnen. Die krijg je volgens mij ook gratis overal bij. Maar ik heb wel bedacht daar mee te doen en daarvan moet het thema dan vrijheid zijn. Okay. Dus, en heb je daar een gedicht voor geschreven of had je het al aan klaar liggen? Nee, ik moet er nog aan beginnen. Wanneer moest je het inleveren? Vandaag, voor 8 uur geloof ik. En vandaag om 8 uur treed je ook op? Ja, ik sta de hele avond op de planken bij Mensen Zeggen Dingen vanavond. Dat is eigenlijk bijna ieder jaar toevallig tegelijk met Gedichtendag. En aan de vooravond van de Poëzieweek, die dus ook vandaag met Gedichtendag begint. Ik raad iedereen aan eigenlijk gewoon het programma op te zoeken. En bijvoorbeeld naar boekhandel Heiman Ongerijmd te gaan. Of hier in Rosette komt Tom Lanois zelf ook naartoe. Nou ja, goed, het is van alles te doen. Ik sta zelf onder andere zondag in Zutphen. Sta ik de hele dag uit een bloemlezing van Rodenko voor te lezen. En het is ontzettend veel te doen. Het is heel leuk.